vragen, meneer. Wist u dat? Ja, dat is toch dat ene... Ik heb echt geen idee. Nee, dat zou ik echt niet weten. Ja, zeker. Wat is de vraag van deze week? Bij de winkel waar ik nu naar binnen ga, zal het deze week een drukke week gaan worden. Ik ben hier namelijk bij de feestwinkel in Centrum Hoofddorp. Vorige week barst het grote feest in Nieuw-Vennep al los. Want vanaf zaterdag 2 februari vieren we met verschillende feesten, ook in Haarlemmermeer, carnaval 2013. Maar waarom vieren wij hier in Haarlemmermeer eigenlijk carnaval? Carnaval is toch een feest voor onder de grote rivieren? Wat vindt u? Hoort carnaval bij Haarlemmermeer? Goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Ik heb een vraagje over carnaval. Ja. Wat zegt carnaval? Wat zegt u dan? Nee. Niet uw ding? Nee, absoluut niet. Nee hoor. Hey, wat vindt u? Hoort carnaval echt bij de gemeente Haarlemmermeer? Nou, als ik aan carnaval denk aan het zuiden. En hier, nee. Nee. Maar we hebben wel carnavalsverenigingen in Haarlemmermeer, die hebben we wel. Ja, Meerbonkendorp is het toch? Ja, dat weet ik wel, maar nee, het is... Nee hoor, het is niet aan mij besteed. Nee, absoluut niet. Ja. Als ik zeg carnaval, wat zegt u dan? Ja, feest. Denk ik. Is het uw feest? Niet mijn feest, nee. Waarom niet? Nee, ik kom niet uit boven de rivieren vandaan, noemen ze dat. Daar kom ik niet vandaan. Hoort dat feest nou bij de gemeente Haarlemmermeer? Nee, geloof ik niet. Ik denk dat je meer naar Brabant moet. Want het wordt hier wel georganiseerd, ze vieren hier het wel in Haarlemmermeer. Niks van gehoord. Nee. Heb je enig idee hoe Hoofddorp heet tijdens de carnaval? Nee, vertel. Dat bord iets zien staan? Nooit van gehoord. Nee, nooit van gehoord. Het gaat over carnaval. Carnaval. Viert u dat? Nee. Ik vind het wel leuk om te zien op de televisie, maar om nou daar naartoe te gaan. En het is nou ook niet meer het carnaval van vroeger, hè? Hoezo? Wat is het verschil tussen carnaval van vroeger? Nou, met een andere mentaliteit van mensen te maken heeft. Kijk, die Brabanders, die kan het misschien nog wel echt vieren. Maar als je die klanten van hier vandaan naartoe gaat, dan gaan ze alleen maar zuipen en dan krijg je narigheid. Maar als het echt een Brabants feest is, daar in het zuiden, dan vind ik het prima. Er zijn ook twee carnavalsverenigingen in Haarlemmermeer. Weet u welke dat zijn? Nee, dat weet ik niet. Nee. Vindt u dat wij dat hier ook moeten vieren, carnaval? Dat zou je een keer moeten zien. Ik kijk, op zichzelf is een feest altijd leuk natuurlijk. En als er een beetje sfeer in Hoofddorp komt, er is al genoeg sfeer. Want er is zoveel, want ik kom uit Haarlem, ik woon hier nu 5 jaar, met plezier. Maar ja, zo kan de val wel een keer willen beleven. En misschien voor een herhaling vatbaar. Ik heb het over carnaval. Zegt u dat wat? Jazeker, heb ik een knieval van moeten maken. Wat zegt u? Heb ik een knieval moeten maken. Oké. Hey, dat carnaval, viert u dat zelf ook? Nee, niet meer. Vroeger wel. En wat vindt u? Hoort carnaval ook bij de gemeente Haarlemmermeer? Nee, ik vind het hoort bij de onder de rivieren. Sorry voor Haarlemmermeer. Hallo, mevrouw meneer. Mag ik een kort vraag stellen? Ja, dat mag wel. Goeiedag. Goedemiddag. Ik heb een vraagje over carnaval. Carnaval? Zeg carnaval, wat denkt u dan? Ja, dat is hossen en feesten en noem maar op, ja. Nou, dat trekt mij eigenlijk. Nee. We zijn wel eens een keer in Limburg geweest, maar dan passen wij daar toch niet helemaal bij. Als ik de vraag zou stellen, past carnaval bij Haarlemmermeer? Wat zegt u dan? Misschien wel, maar niet voor ons. Voor u persoonlijk niet? Nee, voor mij persoonlijk niet, nee. Nee. Heeft u enig idee waar het carnaval nou vandaan komt uit de oudheid? Het zal wel uit het buitenland komen. Wat Hallo? Vraag je wil stellen? Het gaat over carnaval. Kent u dat feest? Ja, zeker. We zijn hier in de gemeente Haarlemmermeer. Dat vindt u, hoort dat feest ook bij de gemeente Haarlemmermeer? Of hoort het echt meer onder de grote rivieren? Eigenlijk bij de grote rivieren, vind ik zelf. Vindt u zelf carnaval? Ik heb het jaren gevierd in Limburg. Ik weet wel wat het is. U woont nu hier? Ik woon in Hoofddorp, ja. En nu viert u geen carnaval meer? Nee, eigenlijk niet. Nee. Als ik kan, dan ga ik wel naar Limburg toe. Mag u wat vragen, jongens? Goeiedag. Ik heb een vraagje aan je. Het gaat over carnaval. Ken je dat? Ja, tuurlijk. Hey, wat vind je? Hoort carnaval bij deze gemeente? Of zeg je van nee, het hoort er niet bij? Gemeente Haarlemmermeer. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Want het is wel gezellig hier. De mensen zijn gezellig. En we kunnen goed feest vieren. Dat weten we ook, denk ik. En hey, carnaval is graag iets voor onder de grote rivieren. Hoe doet u? Voor Maastricht en zo, die kant op het zuiden. Ja, tuurlijk. Zij zijn het daar gewend. Ik bedoel, wij weten er eigenlijk niet zoveel van.
Dus, daar zijn meer christenen. Wat zeg je? Daar zijn meer christenen. En die vieren meer carnaval? Ja, dus toch voor het geloof van christenen. Weet je over de herkomst van carnaval? Heb je enig idee wat het is? Met de vaste toch? Dat je dan... Nee, weet ik niet meer. En weet je hoeveel carnavalsverenigingen Haarlemmermeer heeft? Heb je enig idee? Nee, geen enkel idee. Eén toch? Nee, Haarlemmermeer. Heel Haarlemmermeer. 10 of zo? Goeiedag. Ja, ik wil David weten, ja. Als ik zeg carnaval, wat zegt u dan? Maastricht. Thuis. U komt uit Maastricht? Ja. Oké, even de goeie. De enige optocht die ieder jaar loopt. Als ik zeg we vieren ook carnaval hier in Haarlemmermeer, wat zegt u dan? Dat kan niet. Dat is een zwak aftreksel. Wat heeft Maastricht nou met carnaval? Alles. Alles. De warmte, de gekkigheid, de kroegen, het feest, de maandag, de dinsdag. Het is gewoon uniek. En wat hebben wij in Haarlemmermeer dan niet met carnaval? Ik zou het niet weten. Ik woon niet in Haarlemmermeer. Maar dat gevoel, dat hebben jullie niet. Dat hebben jullie, heb ik me laten vertellen. Met kermissen en dergelijke. Dus het is gewoon anders. Heb je meer het gevoel van laat je me lekker gaan? Nee, niet meteen. Het is niet het gevoel van laat je me lekker gaan. Het is een gevoel wat je krijgt van, hè, ik ben even thuis. Laten gaan is een ander verhaal. Dan wordt er gezopen en dan wordt er weet ik veel wat aan. Dat is toch carnaval? Of is dat... Nee. Maar dat is net het idee wat... Ik denk naar carnaval, zuipen. Nee, degene die komen zuipen, dat zijn de mensen van boven de rivieren. Die komen naar Maastricht om te zuipen. Carnaval vieren om zich helemaal lam te zuipen. Maar een echte carnavaller, die staat 's morgens om 8:00 op. Die neemt een stevig ontbijt. Die is om 11:50 in de stad. Die gaat dan naar de optocht kijken. Die gaat een cafeetje in. Die pakt een pilsje. En die is om 5:00 is die weer thuis. Eind deze week barst het grote feest weer los. Carnaval 2013. Officieel is carnaval dit jaar op zondag 10, maandag 11 en dinsdag 12 februari. Maar in onze gemeente zijn de festiviteiten al begonnen. De gemeente Haarlemmermeer telt 2 carnavalsverenigingen. Te weten de Meerbonken uit Hoofddorp en de Kanaalkikkers uit Nieuw-Vennep. Ook heeft Hoofddorp weer de prachtige bijnaam Meerbonkendorp. Het carnaval was vroeger in de middeleeuwen waarschijnlijk een vermenging tussen een Romeins lentefeest en een Germaans offerfeest. Bij deze feesten vierde men de komst van de lente. Het was ook de gewoonte om tijdens carnaval de belangrijke mensen in het dorp die het voor het zeggen hadden te bespotten door middel van een masker of een vermomming. Maskers werden vroeger in de oudheid gebruikt om boze geesten te verjagen. En nu worden ze alleen nog gebruikt voor carnaval. Tot zover de vraag van deze week. Heeft u nu ook een vraag die betrekking heeft op de gemeente Haarlemmermeer? Mail ons dan. Vraag van de week @meertelevisie.nl. Aanstaande maandag is er weer een nieuwe vraag. En wat dan de vraag is, dat is de vraag. Tot dan. Bij de winkel waar ik nu naar binnen ga, zal het deze week een drukke week gaan worden. Ik ben hier namelijk bij de winkel van Sinkel, van de melkboer. Nee, welke winkel ben ik eigenlijk? Ik weet niet. Waar ben ik bij? Officieel is carnaval dit jaar op zondag 10, maandag... Ja, dat komt na 10 en 11 natuurlijk. Na 10 komt 11. Stom, 11.